Hallo, welkom in deze video. PayPro is een uitstekende manier om geld te verdienen met internetmarketing. Je kan zowel geld verdienen als affiliate. Wat is een affiliate? Een affiliate is iemand die producten verkoopt van iemand anders. Op het moment dat jij een product verkoopt, krijg jij daar commissie over. We gaan even naar de website van PayPro. Dit is PayPro. Ik heb al een account aangemaakt. En je kan je gratis aanmelden. En dat aanmelden kan je doen op de link onderaan de video. Hoe gaat PayPro nou in zijn werk? Nou, je kan als affiliate heel veel doen met PayPro. Je kan een campagne opstarten met AdWords. Maar je kan ook een link, affiliate link, op je website zetten. En dat product van PayPro, als dat aansluit op de inhoud van je website, kan je daar verkopen uit genereren. Wat je ook kan doen, is zelf een product maken. En dan wordt het nog interessanter. Dan kan je je product heel makkelijk op PayPro promoten. Je kan met PayPro heel makkelijk een betaalsysteem implementeren op je website. En dat is heel makkelijk. Ik zal daar op dit moment even niet op ingaan. De meeste zijn bekend met affiliate marketing. Stel dat je een product wil promoten op PayPro. Een product van PayPro op je website. Dan kan je hierop drukken. En dan heb je hier een affiliate link. Deze affiliate link heeft een unieke code. Op het moment dat iemand op deze link drukt en hij koopt het product, krijg jij daar je commissie over en dat komt omdat die code voor jou gegenereerd is. Als jij je aanmeldt bij PayPro zal de code hierop lijken, maar dan zijn deze gegevens iets anders. Dit is jouw affiliate kenmerk. Wat je ook kan doen, is als je een product promoot op Twitter, dan zet je hier achter bijvoorbeeld een unieke code, slash Twitter bijvoorbeeld. Dan kun je later, als je de verkoop gaat traceren, kan je zien, oh, iemand heeft via Twitter dit product verkocht. Hè? Zet je dit product op Facebook, dan zet je hier slash Facebook achter. En dan weet je dat die verkoop uit Facebook is gegenereerd. Nou, wat ik verder zou willen meegeven is, deze producten die bovenaan staan, hebben een hele hoge PayPro score. Die zijn heel erg populair en er is ook heel veel concurrentie van. Als je bijvoorbeeld iets naar een andere PayPro pagina gaat, deze hebben een lagere score. Maar dat zijn ook producten die veel worden verkocht. Dus je kan dat ook op je website zetten. En dan heb je daar meer kans op dat iemand daarop klikt. Omdat je niet zoveel concurrentie hebt. Wat je ook kan doen is het product van de Cashcode. Dat is ook een heel goed product van Ramses van der Werf. Dat is een... Hierin wordt verteld hoe je dus een eigen business moet opzetten. En je kan als affiliate heel makkelijk promoten. Het is een goed product waar ik zelf ook achter sta. Ramses van der Werf is een goede internetmarketeer. Hij is eerlijk en hij doet meer dan hij belooft. Stel dat ik dit ga tweeten op Twitter. Nou, dan ga ik even naar een andere Twitter-account. En dan ga ik even... Oh, dat doe ik niet goed. Even opnieuw. Mijn Twitter-account. Even inloggen. En dan... paswoord. Oh.
Zo. Nou, ik ben nu ingelogd en als het goed is staat het al erop. Ik heb het al getweet. Nog een keer. En zet ik hier even een kenmerk. Zet ik achter Twitter. Dan kan ik later zien hoeveel mensen hierop hebben geklikt. Nou. Dan kan ik deze ook nog eventjes op Twitter zetten. Dan hebben de mensen de keuze tussen diverse opties van het programma. Zet ik hier achter Twitter 2. Zo. Nou, heel simpel. Je kan het ook op Facebook promoten. Je kan ook een link op je website doen. Maar er is nog een andere optie van PayPal. En dat is ook wel interessant. Ik ga hier even uitloggen. En dat is PayPal Ads. En dat is ook de website van PayPal. Die staat hier achter /PayPal Ads. Als affiliate kan je ook een campagne opzetten. Moet ik even kijken. Oh, dat doe ik niet goed. Ik moet hier aan de voorkant, aan de hoofdpagina, moet ik iets instellen. Oh, een generator, ja. Hiermee kan je een PayPal Pro Ad genereren voor je website. Nou, ik ga even naar internetmarketing. Even kijken hoor, marketing. En dan zet ik hier cashcode. Dan heb je hier weer de producten die ik net heb gepromoot op Twitter. En je kan de opmaak ook aanpassen. En je kan hier de trackercode opzetten. Dus website 1. Dan weet je dat de banner van op de advertentie van die website komt. Dan ga ik. Zo. En als het goed is, zie je hier ook ergens. Even kijken hoor. Nou. Ik kan het niet zo gauw zien. Dit website. Kijken. Nou, ik zie het niet. PayPal score. Trackercode wil ik zien in mijn link. Even kijken. Dus even zoeken. Maar. Ja. Ja, oké, ik zie het al. Kijk, hier staat het. Tracker is website 1. Dat is het kenmerk wat jij kan toevoegen op de bannercode. Dus dan op die manier kan je dus heel makkelijk zien. Oh, iemand heeft op die en die banner geklikt van die website. Je kan de layout veranderen. En nu heb je advertenties die lijken op Google. Als je al Google advertenties hebt op je website, moet je deze niet nemen. Want dan kom je in de knel met je Google campagnes. Met Google advertenties staat hier ook. Gebruik deze layout alleen als je geen Google AdSense op je pagina hebt. Dus heb je Google AdSense, dan moet je layout 1 nemen. En je hebt hier ook verschillende. Je kan een enkele knop nemen. Dan heb je een klein venstertje. Je kan de layout. Even kijken, wat heb je nog meer? Een grote rechthoek. Zie je? Dan heb je de drie onder elkaar. Je kan het helemaal aanpassen. Je kan de kleur aanpassen. Noem maar op.
Dus eigenlijk is dit een beetje in het kort wat je allemaal kan doen met PayPro. Nou, de verdiensten zijn best goed te noemen. Ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. En probeer het even uit. En onderaan de video zie je de link waarmee je je aan kan melden bij PayPro. En dat is, wat ik al eerder zei, helemaal gratis. Oké, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.